De gemeente Ljouwert krijgt opnij een opvanglocatie van vlechtlingen. Dit om crisisneedopvang in Wetterhorstel Oerthout in Grauw. Ja, het is de jeugdherberg, waar dus ook prima voorzieningen zijn. Want ja, er zijn gewoon 195 bedden, de lakens zijn er, alles is daar op orde. En we zijn heel blij dat we die ruimte nu beschikbaar hebben. Het is voor 2 keer 72 uur, het is echt crisisopvang. Maar dan hebben we tenminste een beetje een warme, welkome ontvangst. En daarna gaan de mensen natuurlijk ergens anders naartoe. Dit was met vlechtlingen komen Tiesdie. Maandag zal er eerst nog een informatiebijeenkomst wijzen voor omwenners. Kronen verwachten daar geen grote probleem. De eerste reacties zijn positief. Dat is bij WTC ook. Er is nog geen enkele melding van overlast. Geen enkele. Dus we moeten ook met z'n allen soms een verantwoordelijkheid nemen en gewoon dat rustig uitvoeren.